oplossen. Wij gaan nu naar de winkel nog voor extra cadeautjes. En dan gaan we naar Team in de Moes op bezoek. Want daar is iemand die ook een cadeautje voor mij heeft. En dat is logisch natuurlijk dat ik er even langs ga om het cadeautje uit te pakken en zo. En, ja. Dus ik neem jullie gewoon mee. Zo, de cadeaus zijn in. Het was echt heel moeilijk om te zoeken, want ja, ik was aan het zoeken wat ik zou moeten hebben. En ik heb het gevonden. Ik ga straks dat in helemaal inpakken en alles. Dus en nu gaan we even een bericht sturen naar Chrisje, dat ze weten hoe we onderweg zijn. Daar is mijn vraag, dus dat gaan we doen. Dus, zo. Dus even een sms sturen. Moet je dan wel via het internet sturen, want ik heb haar nummer. Ja, ik heb het gewoon maar soms. Mooi gebouw daar. Er wordt ook al een oud gebouw, denk ik, dat het eruit ziet. Dat is altijd heel mooi. Dan gaan we nu naar de sleutel er nog in steken. Dat zal niet lukken. Zonder sleutel gaat hij niet weg. Dus ik heb alles gevonden wat moest zijn. Dus, ik ben bij het budget gebleven, alleen voor mezelf. Ik ken dat dan. Het is heel moeilijk om te zoeken wat je wilt. Hè. Maar ik had absoluut een adapter nodig. Dus door die adapter heb ik dus veel meer betaald dan. Ah, nou. En dan gaan we nu richting Chrisje. Uitverkoop wegens van de wintercollectie. Ik moet altijd wel heel mooie dingen vinden. We gaan eerst even snapjes veranderen. Ik denk dat ze nu moeten kopen. Ik denk overal die gezelligste hebben in de stad. Denk je in eigen van waar is het respect gebleven? Maar ja, wat het op pijn. Ja, mijn teen ligt een beetje open. Ik vind het wel wat pijn als je moet stappen. Hier gaan we dus. Niet. Moet je alles goed uitkijken. Zo. Ik zijn wel eens benieuwd wat cadeautje kan zijn op zich. Dus ik zijn wel eens benieuwd. We gaan er nu naartoe rijden. Dan weten we meteen. Binnen met mensen. Zo maar binnen, snap je? Ja, toch niet. Slot. Maar ik zie ze niet. Ik denk dat ze op de andere kant zijn gegaan.
Ik zie ze niet wandelen in de kaal. Ik zie ze niet. Ze zijn niet op komst. Geen houtje, want jij natuurlijk wel op de zaterdag zit. Dat is wel heel grappig en eigenlijk wel leuk. We hebben veel dingen gemaakt, dus we hebben vooral heel vol maatverband. Dat is wel leuk eigenlijk. Daar komen ze af, kijk daar. Daar komen ze af. Daar. Dan zie je ze daar, komen mensen af. Daar zijn die mensen die daar afkomen, die zijn daar. Dat is altijd weer dat ze afkomen. Ze komen eraan. Het is wel grappig, echt de stellings die ze doen. Het is er ook trouwens kloppen, want de bel doet het niet. Dat is echt zo leuk bij Samson en Gert kloppen, want de bel doet het niet. En dat is wel grappig eigenlijk. Ze zien me niet staan. Dus ze komen eraan. Ik vind het wel leuk dat ze echt iedereen erbij betrekken eigenlijk. Of dat je een rol zit, of dat je een autisme hebt. Of dat je nu zegt dit of dat. Iedereen wordt erbij betrokken. Dat is wel kapot aan de mensen. Met haasten, hè. Dus dat is toch een grote. Ze zien me niet staan momenteel, dus dat is wel grappig. Ze komen eraan. Hij staat ook helemaal klaar. Is er klaar voor? Het is helemaal geweldig. Het is niet helemaal om het door te vragen met een rolstoel hier. Daar komen ze. Maar het is donker, dus je ziet het niet. Het is donker. Je moet overal een briefje binnensteken of wat. Moet dat erin, dat waterpan moet. Dat moet gebeuren. Ja, zie, dat past bij mij. Ik ben ook even gek, dus dat kan ook gewoon niet anders dan dat zij zo gek zijn. Ze komen eraan. Die stip die je ziet, ze zijn ze. Ze komen eraan. We zijn eigenlijk al van, we zijn allebei aan het wachten. Wacht, nee. Kijk, daar komt ze. Komen ze aan. Kijk, is allemaal een maand van. Opwachting! Opwachting! Hallo! Is het goed gelukt? Het blijft toch goed hangen, hè? Kijk. Allemaal opstaan. We zijn terug thuis, lieve schatjes. Terug ook. Waar is dat mooi? Kijk, kijk waar we zitten eigenlijk. Dat is de live, dat is de live. En hier zitten we eigenlijk. Dus uit de kar. Ik ben helemaal klaar om te knallen. Te knallen, te knallen, te knallen. Ik vind het leuk om hier te kunnen zijn, om haar te kunnen helpen. Daar ben ik er ook voor. En goede vrienden moet je ook gewoon helpen. Dus echt wel leuk. Dus, en ik ben ondertussen hier de live ook aan het doen. Vond je het een leuke video? Zeg het dan omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zaterdag is het mijn beurt. Dus zie ik allemaal kijken dan.